Een delegatie uit België heeft vanmorgen een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. Het doel van dit bezoek is het evalueren van de stedenband tussen de gemeente Kokseide in België en de stad Albina in het district Marowijne, die al 10 jaar bestaat. De delegatie bestaat uit 12 personen. Volgens Rita Gantois, delegatieleider, hebben zij dit keer een combinatiereis gemaakt, namelijk een ambtelijke en een leefreis. Gantois geeft aan dat zij 3 jaar terug met dit project belast is geworden. Volgens haar zijn de afgelopen 10 jaren omgevlogen. De delegatie probeert nu wederom een zaadje te zaaien en hoopt dat het kan bloeien en groeien. De uitwisseling van de kennis ook van beide kanten werkt, dat we elkaar inderdaad zo ondersteunen en bevruchten eigenlijk. Ook rond die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ik denk dat die heel belangrijk worden, want zoals de kapitein het zo mooi zei, in deze dagen, moeder aarde heeft ons heel veel, dat is aan ons om te zorgen voor de aarde, want we hebben ze zo nodig. Ook voor onze komende generaties. Ik heb kinderen, we hebben kleinkinderen. Ook voor hen is het heel belangrijk dat we ons zeer goed zorgen. En dan vooral in het kader van milieu, maar eigenlijk over alle vlakken. Dat die aarde er binnen x aantal jaar nog leefbaar is, gezond is. Dat ze er is voor wie komt na ons. Die samenwerking verloopt inderdaad toch wel vlot. Dus ze zeggen, wij wonen niet naast elkaar de deur, maar er is zeer veel mogelijk. En er zullen wel nieuwe dingen komen. We zijn overal zeer hartelijk ontvangen geweest. Overal zijn... Minister Dikan zegt dat het bijzonder is dat deze stedenband al 10 jaar bestaat. In die 10 jaar is er veel gedaan vanuit België, vooral in de stad Albina en het dorp Galibi. De bewindsman is heel blij met de samenwerking en hoopt dat de stedenband gecontinueerd zal worden. En ik ben ook heel blij met het stedenband. En natuurlijk kijken we uit als ministerie hoe wij verder inhoud kunnen geven hieraan. En hoe dit, wat nu al een voorbeeld is voor anderen, toch wel meer uit te halen uit stedenband. Nogmaals. Wil ik u namens de talen bedanken voor uw inzet, uw ingenomenheid om telkens weer eigenlijk aan te geven dat, zoals mevrouw Vitasi dat makkelijk kan zeggen, dat gezegd heeft, dat u ook hier thuis bent en eigenlijk, ja. We schieten ons tekort, maar we zijn heel blij. We kijken uit hoe wij verder samen dit al toch wel op een heel hoog niveau zijn de stedenbaan verder kunnen brengen. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. Hij kreeg vanmorgen in het kader van de stedenband tussen België en Suriname een beleefdheidsbezoek van een Belgische delegatie onder leiding van Rita Gantois. Het doel van het bezoek was onder andere de stedenband tussen de gemeente Kokseide en Albina te evalueren.